nog goed voor zijn oude knar. Nog een grote mond ook. Maar ik moet zeggen, je hebt het goed gedaan. Ja, niet goed genoeg. Kijk, we zijn best wel dichtbij nu. Misschien wil je het nog een keer proberen? Als je niet wilt, of niet durft, zeg het maar eerlijk. Nee. Prima. Kom maar op. Dus ik denk, ik besluip dat beest van achteren. Maar je moet je voorstellen, die beer is zeker 2 koppen groter dan ik. Maar goed, ik besluip hem van achteren tot ik vlak bij hem ben. Ik richt heel zachtjes mijn geweer, draait hij zich om. En voordat hij me door heeft, schiet ik hem zo recht tussen zijn ogen. En iedereen opgelucht zeker? Ja, dat zou je wel denken, ja. Maar nee, die vrouwen die beginnen te gillen en te krijsen, jongen, ja. En niet eventjes, ik denk wel een kwartier lang te schreeuwen. En ik zeg maar zo, jongens, rustig. Dat beest is dood, die doet helemaal niks meer. Hè? Ja. Maar ja, sommige vrouwen zijn overal bang voor. Hè? Ja, joh, maak je geen zorgen. We proberen het binnenkort gewoon nog een keer. Huh? Nou, ik moest maar eens gaan. Mijn vrouw begint te protesteren dat ik zo vaak van huis ben. Ik zie je. Zou je dat misschien nog even kunnen herhalen, maar dan recht in mijn gezicht? Ik zei, raar wijf. Zo, dat durf je mij zomaar te zeggen. Het is dapper hoor. Ach, je denkt dat je heel wat bent, hè? Maar wij weten wat je echt bent. Oh, nou, dan ben ik heel benieuwd. Excuus mevrouw, excuus. Ze is een beetje gespannen. Ik praat wel even met haar. Waar ben je mee bezig? Ik moet met jou praten. Ik heb er nog eens over nagedacht. En ga naar huis. Je hebt hier helemaal niks te zoeken.
Ik heb hem zelf in die put gegooid. Nee, die komt er van zo lang zullen ze leven niet meer uit. En als hij er nou toch eens uitgeklommen. Goed, goed. Stel dat het hem lukt om daar op een of andere wonderbaarlijke manier weer uit te kruipen. En wat dan? Hoe ver denk je dat je komt met 60 kilo aan stenen in je donder? Vanwaar die interesse ineens? Nou, niks. Laat maar. Bedankt voor het meelopen, maar ik loop het laatste stuk alleen verder. Ga nou maar. Dus zorg dat je alles zorgvuldig controleert, in en rondom het huis. Hou ook vooral de kinderen goed in de gaten. Zorg dat je 's nachts de luiken goed sluit en zeg tegen de kinderen dat ze niet van de paden af mogen komen. Zorg dat je altijd een wapen bij je hebt, dat hoeft geen geweer te zijn, maar een bijl of een mes, dat is vaak al voldoende. Ik loop de wacht en zorg dat het dorp hier veilig blijft. Waar ben jij mee bezig? Iemand moet toch zorgen dat het dorp hier veilig blijft en als jij het niet bent, dan... Doe niet zo belachelijk. Er is helemaal geen gevaar. Hij is niet terug. Ik heb hem gezien. Ik dacht al, waar zijn mijn 7 geitjes toch gebleven? Ja, zo is het genoeg. En dat geldt ook voor jou. Hou eens op met die onzin. Je kost me de kop nog eens een keer. Ik wist wel dat je terug was.